Ja. Doe het of... Ja, er is wat technisch iets bij mij niet goed gegaan. Oh, we hebben altijd. Wij wel tenminste, maar u misschien niet. Ja, ik ben technisch helemaal kleuter. Bij wijze van spreken nog. Goed. Zullen we beginnen? Als jullie daar bereid toe zijn. Het is vandaag het onderwerp. Naar aanleiding van de welkom allereerst natuurlijk, jullie allemaal. En laten we hopen dat onze Paul Jacob volgende week in goede gezondheid weer bij ons aanwezig is. En het onderwerp van vandaag is eigenlijk naar aanleiding van de sidra van gisteren, Solachlega. Dat gaat over een iets wat ons allemaal aangaat. Namelijk, iedereen heeft een knop in zijn hoofd. En die knop, die kan je op een positieve manier instellen of een negatieve manier. Dat betekent, alles kan je positief en alles kan je negatief bekijken. En dat de grote fout die de verspieders, de Meraklim, die de verspieders hebben gemaakt toen zij Eretz Israël wilden hebben verkend, de grote, grote fout was dat zij alles negatief hebben beoordeeld. Het is niet alleen zo met het land, ook mensen, situaties, je kan alles altijd op een positieve en op een negatieve manier beoordelen. En heel vaak worden we gewaarschuwd om alsjeblieft, kijk uit met het te snel oordelen sowieso. Waarom? Je zou tot een negatief oordeel kunnen komen zonder dat je goed bent geïnstrueerd en zonder dat je alle achtergronden kent en zonder dat je doet iemand ontzettend onrecht aan, maar je doet ook jezelf onrecht aan. Want als jij met een negatief oordeel over een mens of over een situatie rondloopt, dan heb je op dat moment negatieve gevoelens. En die zou sowieso buiten het feit dat bewezen is dat die niet goed voor je gezondheid zijn, is het ook niet goed, omdat je op dat moment ook de band, je connectie met het opperwezen, met de schepper, dat je die echt zwaar op de proef stelt. Toch, dat is iets anders dan dat je constateert, of dat je wil constateren en moet constateren als er wel eens dingen misgaan. Want dat is niet oordelen, dat is constateren. Er is een verschil tussen constateren en oordelen. En iets als slecht constateren is nog geen negatief oordeel. En ik zeg heel in het kort, de geschiedenis die we gisteren in de Sidra hebben gelezen, Solachlega. Daar is Moshe die vraagt aan de Kodesh Borech Hu, aan het opperwezen om of hij een gespieders mag sturen in het heilige land, het Eretz Israël. En voordat Moshe het Joodse volk in Eretz Israël leidt en begeleidt en daarin toch een situatie wil creëren waarin het Joodse volk woont in Eretz Israël, voordat hij doet, vraagt hij of hij een gespieders mag sturen. En dan antwoordt de Kodesh Baruch Hu aan hem: Shelach lecha anashim, zend voor jou de mannen. Waarom staat er lecha? Dat is eigenlijk de vraag en de kernvraag die we ons moeten stellen. En in dat verband wil ik even zeggen dat die vraag die is ook van de week gesteld op een Siyum HaShas, niet een Siyum HaShas, Siyum van de Bedag van Yom, die elke dag wordt in de hele wereld door op dezelfde bladzijde in de Talmud, in de Gemara geleerd. En na 7,5 jaar is het dan, wordt de hele, met een groot, overal wordt dat
groot gevierd in de wereld, dan is de hele Talmud uitgeleerd. Maar elk deel van de Talmud dat je uitleert, dat wordt dan gevierd met ook een kleine maaltijd. Dat heet de Siyum, die wordt daarbij afgesloten. En dan wordt begonnen met een nieuw deel. En het deel van de Talmud wat van de week is afgesloten, dat heet Baba Metzia. En dat is ook gegaan met een afgelopen donderdag, met een over de hele wereld. Er hebben overal mensen die in groepen, of met tweeën, of in kleine groepen, of in grote groepen, in hele grote groepen, en shuls, hebben dat met een maaltijd gevierd, dat ze Baba Metzia, een van de grote en moeilijke delen toch van de Talmud, dat ze die hebben afgesloten. En heel opmerkelijk is dat in het centrum van Rafa hebben meer dan 200, veel meer dan 200 Israëlische soldaten, hebben ze dit gevierd en met een grote maaltijd. Daarvoor is een van de grote rabbijnen van Jeruzalem speciaal naar Rafa gekomen. Maar nog interessanter is dat er hebben, wat mij te horen is gekomen, 17 cateringbedrijven in Israël, die hebben gevochten om te mogen organiseren die maaltijd, volledig belangeloos. En uiteindelijk heeft men dat verloot, en een van die cateringbedrijven die loterij heeft gewonnen, die heeft een geweldige, luxueuze en mooie en prachtige maaltijd voor niks. Hebben ze georganiseerd voor al die soldaten. Dat zegt ook iets over de eenheid, de eendracht, de solidariteit die er in Israël heerst. Het wordt er nooit. Maar de hele middag waarom? Zeg Kal, je bent er al. Behalve dat het deel van de Talmud daar is afgesloten en een nieuw deel is begonnen, Baba Batra, heeft de rabbijn uit Jeruzalem die daar het speciaal was ingevlogen en het heeft geleid, heeft de vraag gesteld dat over de slachtlichaam. Maar buiten dat, hij heeft ook daar gebracht, hij zegt, de Joodse identiteit. Als wij de wil en het hulp van de burger willen in de oorlog en we willen de vijand verslaan, het uitleren van een deel van de Gemara is ook het verslaan van de vijand van dingen niet begrijpen. Op het moment, het is heel moeilijk de Gemara, de Talmud soms te begrijpen. Een kind van 6, 7 kan het begrijpen, maar kan het ook op een bepaalde manier begrijpen. Maar iemand die zijn hele leven geleerd heeft, een grote geleerde is en al kostelijk is, bij wijze van spreken, heeft soms evenveel moeite met dingen te begrijpen. Dat is het wonderlijke van Gemara. Het is voor alle leeftijden en alle leeftijden ook een uitdaging. Hoe slim je ook bent, hoe geleerd je ook bent, hoe oud je ook bent, hoeveel je ervaring hebt, dat heeft weinig of geen invloed. Het blijft altijd een uitdaging. En hij zegt, die uitdaging is om inderdaad een stuk, in een gebrek aan inzicht in een stuk Gemara, dat om te zetten in een inzicht en in een begrijpen. En dat is een overwinning. En dat is een mitzwa die zo groot is, dat die gelijk is met alle andere mitzwot. En als wij ons wijden aan de studie van de Gemara, van onze traditie van de Gemara, dan is het zo'n grote mitzwa, dan zal dat HaKadosh Baruch Hu zal ons zorgen voor de overwinning op de vijand. Dus hij heeft daarmee ook een mooie balans weten te creëren, een mooi verband weten te leggen. Dus het leren van Torah, maar ook het gefocust zijn op een militaire overwinning. En dat hopen we natuurlijk, als wij Hamas hebben vernietigd, komt dat natuurlijk ook door de opofferingsgezindheid en de inspanningen van de Israëlische soldaten, maar ook omdat daar heel veel, niet alleen Israëlische soldaten, maar heel veel Joden zijn in Israël en buiten, die heel consequent, heel consensueus en zich wijden aan de studie van onze traditie, van de Torah en van de Gemara. En de vraag van, ik heb het antwoord ik niet meer kunnen volgen, dat komt niet op de link die ik heb gekregen over de vraag waarom staat er staan, maar die antwoorden heb ik gevonden in verschillende van onze verklaarders en dat wil ik nu met jullie delen. Want waarom staat er, de vraag wil ik nog een keer herhalen, waarom zegt de Kodesh Baruch Hu tegen Moshe, zend voor jou de verspieders? Want voor Kodesh Baruch Hu had het niet gehoeven. Hij vond het eigenlijk een gebrek aan vertrouwen, zou je kunnen zeggen. Waarom zou je al voordat je naar Israël binnengaat, voordat je Israël binnengaat, waarom zou je in hemelsnaam mensen moeten sturen om de boel
te verkennen, om de boel voor te bereiden, om te zien wat voor land. Als je echt op mij vertrouwt, ik heb jullie ook, zegt de Kortenborg, ik heb jullie toch ook uit het voeten bevrijd. Met alle wonderen, met alles, ik heb jullie door de splitsing van de Rode Zee, heb ik jullie het vuur gevoerd. Waarom zou jullie tot mij vertrouwen? Toch, waarom wilde Mosé toch die verspieders? Want Mosé had echt niet de gebrek aan vertrouwen naar Kortenborg. Maar Mosé wilde toch die verspieders sturen. Waarom? Omdat ik het volk heb op aandrong. Maar was het Joodse volk dan zonder vertrouwen in Kortenborg? Ook dat kan je niet zeggen. En het punt namelijk is dat we kunnen dit alleen maar begrijpen als we het in een bepaalde context zien van waarin dit plaats heeft gevonden. En ik kom zo straks terug op die positieve, negatieve mindset, die mentaliteit die positief negatief kan zijn geladen. Maar voordat ik daarmee begin, moeten we eerst weten wat is in onze traditie, in onze levenswijze, de plaats van het voorbereiden. Je bereidt iets voor. En dat begint al voor je geboorte. Er is een beroemde Gemara in de Gemara Nida, bladzijde 30. En daarin staat geschreven dat voordat een Jood geboren wordt, leert hij de hele Torah, als het ware in de buik van zijn moeder. De hele Torah leert hij. En op het moment dat hij wordt geboren, komt er een engel en die geeft een klapje op zijn bovenlip. En door dat klapje vergeet hij de hele Torah. Dan is de voor de hand liggende vraag, waarom leert hij hem dan als hij het vergeet? Nou, dit is zo dat hij leert de Torah. De Torah wordt een deel van zijn persoonlijkheid, van zijn schepping. Zodat hij dan in dit leven weer de Torah kan leren. En het is een soort niet naar binnen brengen, maar herinnering. Opnieuw naar binnen brengen. Je kunt alleen maar een ontvankelijk zijn voor Torah. En één worden met Torah als het al een deel is van onze persoonlijkheid. En daarom voor iemands geboorte, dus als een voorbereiding als het ware, voor iemands geboorte, wordt hem al de hele Torah, haar of hem al de hele Torah geleerd. En het hele Torah leren, de wil van de Kodesh Borg is dat, die kan hij alleen maar doen in dit leven, omdat hij hem al kent. En er wordt ook inderdaad wel gezegd dat die engel, die kreeg een klapje, waardoor hij de hele Torah weer vergeet. En die engel die slaat bewust of onbewust, misschien ook wel eens half of heel mis. Maar er zijn heel veel mensen, en ook onder mijn toehoorders bevinden die zich, ik weet dat, en er zijn heel veel mensen onder ons, die hebben van nature al een bepaald inzicht in de wil van de Kodesh Borog, in Torah. Hele dingen die zij zeggen, die zijn eigenlijk, vind je die op een bepaalde manier ook terug in onze traditie. Dat is aan de ene kant misschien wel wonderlijk, maar als je deze Gemara kent, dan begrijp je ook waarom. Omdat er is toch bewust, vaak onbewust, iets toch nog blijven hangen van die Torah ook met het geboorte. En het is gewoon zo, ik ga ook uit ervaring als leerkracht, dat bepaalde kinderen, en dat heeft niks te maken met intelligentie of met leercapaciteiten, maar bepaalde kinderen, op het moment dat het gaat over goddelijke wijsheden, goddelijke inbreng, over het gaat over de wil van het geboorte, zijn bepaalde kinderen daar openen en meer ontvankelijk voor, ik zou bijna zeggen, door die goddelijke spiritualiteit dan andere kinderen. En dat kan ook daarmee te maken hebben. Maar goed, dus die voorbereidingen, de voorbereidingen voor het grote geheel. Om dat duidelijk te maken, wil ik jullie met jullie delen, niet een beroemde, maar een beruchte rasha, een beruchte toespraak, die ooit is gehouden door een van de beroemdste rabbijnen die tijdens zijn leven, dat was Rav Eliyahu Lopian. Lopian. Ga maar eens googlen. Rav Eliyahu Lopian was, ik dacht Rosh Yeshiva van de Kamenet Yeshiva, dacht ik. In ieder geval, hij was ook op een gegeven moment verbonden met de Telse Yeshiva. Hij woonde ook een tijd in Londen en in Israël in Londen. Telse Yeshiva heeft zich gevestigd in Ohio, Cleveland, Ohio in Amerika. Daar is hij nooit geweest. Maar het is een van de beroemdste yeshivas in het Joodse volk. En Rav Eliyahu Lopian heeft er is een boek verschenen waarin zijn drozen, zijn toespraken zijn verzameld. Dat boek heet Lev Eliyahu. En een van de toespraken waarin hij hield, en hij hield ervan om toespraken te houden, die inderdaad opzienbaarde, nou is hij in geslaagd. En met name een toespraak die de hele yeshivische wereld, ook daarbuiten,
heeft gechoqueerd tot op het bot. En ik herinner mezelf nog als jonge man, dat toen ik het erover had, dat een van de rabbijnen zei, kan je beter niet vertellen en dat kan je beter niet leren. Het kan je op verkeerde ideeën brengen. Nou, dat moet je niet aan de jonge man vertellen, zeker niet aan mij, want dan ben ik dubbel gemotiveerd om het natuurlijk te bekijken. En ik wil het met jullie delen en oordeel zelf. Rav Eliyahu Lopjan heeft deze toespraak gehouden, deze drasha, voor de volle yeshiva. Allemaal yeshiva-beginners, de jongens die dag en nacht Torah leerden, kan je zeggen. En die heeft hij gehouden een dag voor Rosh Hashanah. Dat betekent niet op de dag, maar de avond voor de avond van Rosh Hashanah. Dus dit jaar valt Rosh Hashanah op donderdag en vrijdag. Dit jaar zou hij hem hebben gehouden, niet die woensdagavond, want dat is dan erg traditioneel. S'avonds, nee, die dinsdagavond. Dat moeten we even beseffen. En in zijn drasha vertelt hij het volgende aan de toehoorders. Hij zegt, morgen is erg Rosh Hashanah. Hij zegt, er is één groot misverstand. Sterker nog, wij zijn heel veel onderin het Joodse volk die denken iets wat compleet verkeerd is. Zij denken namelijk dat Rosh Hashanah de belangrijkste dag in het jaar is. Of zij denken dat van Yom Kippur, dat de belangrijkste dag in het jaar is. En op de dag voor Rosh Hashanah en op de dag voor Yom Kippur zijn ze dus heel erg aan het voorbereiden voor de grote dag. Hij zegt, niets is meer onwaar dan dat, zegt hij letterlijk. Het is één grote bedrog. Want Rosh Hashanah en Yom Kippur zijn niet de belangrijkste dagen in het jaar. En dan zegt hij, weet jullie, zegt hij tegen de yeshiva Bocherim, tegen de jongens van de yeshiva, weet jullie wat de belangrijkste dag in het Joodse jaar is? En ik kan het laten zien en ik kan het bewijzen. Hij zegt, de belangrijkste dag in het Joodse jaar is vandaag. Nu. En dat is het altijd. Op het moment dat je de dag voor Rosh Hashanah met je hoofd zit bij Rosh Hashanah, ben je verkeerd bezig. Dan ben je niet meer bezig met de Kodesh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu is nooit in de toekomst. HaKadosh Baruch Hu is niet in het verleden. HaKadosh Baruch Hu is altijd in het nu. Wat doe je nu? Wat doe je vandaag? De dag voor Rosh Hashanah. De Gemara die zegt, een dag is als een jaar. Dat betekent, als je de dag voor Rosh Hashanah, als je dan gedraagt als HaKadosh Baruch Hu dat wil, dan heb je als het ware een heel jaar van Rosh Hashanah vorig jaar tot Rosh Hashanah dit jaar goed gemaakt. En dat kan je Rosh Hashanah zelf niet meer doen. Het is dus in feite nog belangrijker dan Rosh Hashanah op een bepaalde manier. Maar het is altijd nu. Het woord voor nu in het Hebreeuws is ata met een ayin. Ata met een alf is jij. Adni, ata, hu. Ata met een ayin is ayin, taf, he. Nu. En dan zegt Rav Lopjan, en dat is ook, dat zeggen onze geleerden. Hij zegt de talswaarde van Atta, nu 475, en de Ayin is 70, de Taf is 400, de He is 5, is samen 475. De talswaarde van Atta is dezelfde talswaarde als Becijfer Hayim Tovim, in het boek van het goede leven. En waar staat het op in het boek van het goede leven? We vragen toch altijd dat we worden ingeschreven in het boek van het goede leven. Wat is goed? Wat zijn de normen voor goed? Het begrip goed betekent Torah. Eind tof ele Torah. Goed is Torah. Dat betekent dat in het leven van de wil van Kodesh Baruch Hu, dat is Torah. Dat betekent dat de dag voor Rosh Hashanah, maar ook elke dag, ook nu, elke dag dat je leeft, en je leeft naar de wil van Kodesh Baruch Hu, dan ben je in het becijfer Chayim Tovim, in het boek van het goede leven. Dus het is altijd in het nu. En het staat dus. En wat is dan de plaats voorbereiden? Of als je met voorbereiden bent, betekent dat je niet in het nu leeft, maar dat je aan het voorbereiden bent. Maar natuurlijk, er heel veel dingen die moet je voorbereiden, zeker in het materiële leven. Maar spiritueel, in je verbinding met de Kodesh Baruch Hu, dat is geen voorbereiding. Dan gaat het om het nu, dat gaat je om de daad zelf. Dat is het nu. En nou komt het.
toen HaKadosh Baruch Hu Moshe had aangesteld als leider van het Joodse volk. En om het Joodse volk uit Egypte te leiden. Toen is de situatie voor de Joden daarna heel erg verbitterd en slecht geworden. Ze moesten nog meer produceren. Ze moesten nog meer taken kregen ze. Hun lijden en hun verdriet en het zorgen werden alleen maar groter en groter en groter. En wat is de reactie? Moshe Rabbeinu die klaagt erover. Die zegt tegen HaKadosh Baruch Hu, sinds u me hebt aangesteld, is het alleen maar verserger geworden. En wat is dan het antwoord van HaKadosh Baruch Hu? Ata, nu. Nu zal je zien wat ik ga doen. Zegt Rashi te plaatsen. HaKadosh zegt tegen Moshe, hey, nu wel. Maar niet de 31 koningen in Kanaan. Die zal je niet, dat zal je niet meer zien. Dus Moshe wist toen al dat hij nooit in Israël zou komen. Moshe, toen hij de opdracht kreeg om het Joodse volk uit Egypte te leiden, kreeg toen gelijk al het besef en het bewustzijn dat hij zal nooit in echt Israël komen. We leren altijd dat gebeurt dat volgens na dat incident met dat water en die rots en zo. Maar dat heeft op een bepaalde manier toch moeten gebeuren. Maar het was al in de mind van God, in de geest van God, in de wil, dat hij nooit Moshe in echt Israël zou toelaat. Met andere woorden, Shelach Lecha, zegt de Kodesh Baruch Hu, zend voor jou. Maar jij hebt het eigenlijk niet nodig, want jij komt er toch niet. Maar als je het nou zo graag wil, nou dan moet je het maar doen. Moshe wilde dat, als onderdeel van een voorbereiding, omdat het volk het graag wilde. Ging je daarmee over de schreef? Ja, in zekere zin wel. Dat was eigenlijk op zijn niveau een fout. Hij had het nooit mogen toestaan. En waarom, dat zullen we nu zien. Maar hij heeft er alleen... Weet je, Moshe, er is een oude midrash. En die zegt, en dat weten opvallend weinig mensen kennen die midrash. En dat is jammer. Want die midrash is zo belangrijk. Dat Moshe die zegt tegen HaKadosh Baruch Hu, oké, ik wil zo graag verspieden sturen, maar alleen maar vrouwen. Want hij verwachtte dat die vrouwen zouden zich beter houden aan de wil van HaKadosh Baruch Hu dan de mannen. En HaKadosh Baruch Hu is daar vanwege bepaalde redenen niet mee akkoord gegaan. Hij zegt, want nee, die vrouwen, dat wordt dat is niet hun taak. Daarvoor hebben ze niet geschapen, moeten mannen worden. Dat hebben we geweten. En toen heeft Moshe Rabbeinu als verspieders aangesteld alleen maar stamleiders. Dat waren de grootste van zijn generatie. Dat waren al die stammen. Je was niet zomaar leider van een stam. Elke stam wilde HaKadosh Baruch Hu dienen naar de karakteristieken, de normen en waarden en de eigenschappen van die stam. En elke stam was anders. En die stamleiders die konden dat. Het waren tzaddikim. Oh, echt. Dat heb ik al gezegd. Grote tzaddikim. Rechtvaardiger. Grote geleerden. Daar moest je had alle vertrouwen in dat ze zouden het goed doen. 10 van de 12 hebben gefaald. Alleen Joshua en Caleb niet. Maar de 10 anderen hebben allemaal gefaald. Maar Moshe Rabbeinu wist het is een voorbereiding. Dat wist hij. En een voorbereiding is niet het nu. Maar daarom wilde hij alleen maar de grootste nemen van de stamleiders. Want hij wist die, als zij in ergens schoen gaan, zij zullen het zien als dat ze nu op dat moment de wil van de Kodesbroek moeten doen. En een onderdeel van die wil is positief denken altijd. Niet negatief oordelen. Want als je een mens of een negatief oordeel, maar ook een situatie, maar ook jezelf, zonder goede reden, dan heb je een negatief oordeel van HaKadosh Baruch Hu. Maar die schept het. En als je negatief oordeelt over HaKadosh Baruch Hu, dan is er iets mis in jouw verband, in jouw connectie met HaKadosh Baruch Hu. En ik zal 2 voorbeelden geven. Hoe de verspieders, 10 van de 12 verspieders, echt alles negatief bekeken ten onrechte. Toen ze in het land kwamen, toen zagen ze dat er allemaal begrafenissen waren. Heel veel mensen waren overleden. En alle inwoners waren bezig met het begraven van hun doden. Dus wat dachten die verspieders?
negatief. Die zeiden, oh, dit land, dat Eres Ocheles Josueo, zegt de Torah. Dit land eet haar inwoners op. Dit land dat zorgt voor dood en verderf. Wij kunnen hier nooit blijven. Wij zullen ook worden begraven. Maar het was juist dat de Goddes Borgoed dit deed om ze te helpen. Want toen Joshua, generaties later, één generatie later, toen hij twee verspieders stuurde, hij stuurde Pinchas en Caleb, toen hebben die twee verspieders, die werden achterna gezeten, nagejaagd. Men zocht naar ze. Die hebben zich moeten verstoppen in een horecagelegenheid van Rachel. Ik zei van Joshua, meter uitvoerig over. Twee verspieders werden al opgemerkt en werden nagejaagd. Terwijl de 12 verspieders die Moshe had gestuurd, niemand merkte die op, want we waren bezig met begraven. Met andere woorden, hier zien we dus hoe Akkordes Borg, juist om de verspieders te sparen, dat de mensen waren afgeleid. Hoe daarom het woord heeft voor gezorgd dat we betalen. Maar de Joden, de verspieders waren aan zo'n negatieve kijk, ze dachten alles in het negatieve. In plaats van dat we zagen dat ook dit een positieve kant had. De mensen waren, die werden bezig gehouden. Zij konden ongestoord verder gaan met het land verkennen. En het tweede voorbeeld nog schrijnender. We lezen toch over de prachtige vruchten. Je ziet ook wel eens afbeeldingen. De druiventrossen waren zo zwaar, die konden niet door één of twee personen gedragen worden. Zulke grote druiven, zulke zware druiven. En ook alle andere vruchten waren enorm groot en prachtig en smakelijk en gezond en zo geweldig. Hoe kan je dat negatief beoordelen? Nou, daarvoor moet je bij de verspieders zijn, bij de 10. Want wat zeiden ze? Akkordes Borgoed geeft dit land, heeft dit land voor te doen brengen prachtige vruchten. Waarom? Om ons te vertellen, kijk eens, de mensen die er nu wonen, die krijgen die vruchten. Daar doe ik het voor. Met andere woorden, de mensen die daar nu wonen, die mogen hier blijven wonen, die verdienen dat te wonen, die krijgen die vruchten. En jullie hebben geen recht om die mensen maar te verjagen. Dat was hun redenering. Juist omdat die vruchten zo mooi waren, dachten ze, kijk, dit doet ook de burger voor die mensen die daar wonen om ons te laten zien, het is jullie tijd nog niet om hier te komen. En de Joden, ze wat de Torah zegt, voelden zichzelf als een sprinkhanen, zo klein en zo kwetsbaar en zo nietig. Want ze zagen de mensen daar als reuzen. En dat waren ze ook. Maar dat is het ergste wat je kan hebben. Een negatief zelfbeeld. Om jezelf zo te kleineren. Ja? Dat is negatief. Dat is zo'n negatief gedacht. En als ze maar een beetje vertrouwen hadden, konden ze Borgen die hen uit Egypte had bevrijd. Uit het machtige Egypte. De grootste macht in die tijd. En die Egypte had verwoest. Voor Akkordes Borgoed was het compleet geen enkele inspanning, geen enkele moeite en peulenschil om hen Kanaan te laten veroveren. Moshe wist, hij zou het niet veroveren. Akkordes Borgoed zei al tegen hem in de tijd van de farao in Egypte, nu zal je zien. Hij kan het nog doen, nu wel. Niet straks bij Kanaan, zegt Rashi. Dat zegt gewoon de Chachamim. Nu. Akkordes Borgoed is altijd in het nu. Hier wordt gevraagd, hoe hebben de reuzen de Mabul overleefd? Er wordt een middags verteld, er was één reus, Och, en die heeft zich vastgehouden aan de ar. Maar er is een andere, logischere verklaring, en dat is dat ook al zou de het niet hebben overleefd, er zouden reuzen geworden zijn, want er zijn honderden jaren voorbij gegaan. En heel veel hebben zich ontwikkeld tot reuzen. Dat is een antwoord op deze vraag. Goed. Dan. We hebben het gehad over die voorbereidingen. De grote fout van de Meraklim, van de verspieders, van de 10 verspieders was. Dat zij de toekomst somber zagen. En dat ze daardoor alles negatief hebben beoordeeld.
In dit verband, we kunnen er niet onderuit. We hebben het gehad over die voorbereiding. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het leven van Rabbi Akiva. De mondelinge Torah is ondenkbaar zonder Rabbi Akiva. Rabbi Akiva is de grote meester, de grootste rebbe, de grootste leraar, de grootste Talmid Chacham in de hele Gemara. In de Mishnah, in de Gemara. Maar Rabbi Akiva, zijn eerste 40 jaar van zijn leven, heeft geleefd op een manier. Hij haatte Torah. Hij haatte Kodesh Baruch Hu. Hij had een diepe haat ten opzichte van Talmidei Chachamim, van Joodse geleerden. Maar die was zo groot en die was zo diep dat dat er wordt geleerd. Rabbi Akiva zei van zichzelf: ik was als een bepaald soort ezel. En die ezel, als die beet niet het vlees, die beet tot de botten kapot. Hij zegt: ik wilde Talmidei Chachamim als een ezel de atzamot, de botten bijten. Maar de atzamot betekent niet alleen bot, maar ook iemands wezen, iemands kern, iemands binnenste. Beetsem, hoe iemand werkelijk is. Hij wilde letterlijk tot het bot toe, maar tot de ziel van de Talmidei Chachamim wilde die kapot maken. Iemand kon niet verder zijn, weg zijn van Jiddischkeit, van Torah, als Rabbi Akiva. En toen hij 40 was, kwam er een vrouw in zijn leven. En dat zie je dan wel eens vaker. En die vrouw die heeft hem compleet veranderd. Maar waarom was het nou nodig dat de grote Rabbi Akiva zo'n verschrikkelijke eerste 40 jaar had in zijn leven? Er wordt geleerd dat als iemand de Shuwa doet, tot inkeer komt, alle fouten die hij heeft gemaakt, alle avirot, die worden omgezet in zechutim, in verdiensten, in mitzvot. De haat die hij had, dat werd tegen Torah. Die energie van haat werd omgezet in de energie van liefde. De energie van weerstand, de energie van het weg willen zijn, werd omgezet in de energie om zich te binden. Te binden aan de Kodesh Baruch Hu. Met andere woorden, die eerste 40 jaar was een voorbereiding voor daarna. Maar als Rabbi Akiva al die averot en al die verslechte dingen had gedaan met in gedachten van ik doe dat als voorbereiding, dan was hij nooit die Rabbi Akiva geworden. Want zoals hij werkelijk op het verkeerde pad was, dat was hij met zijn hele persoonlijkheid, zijn hele overtuiging, dat was op zijn manier oprecht en integer. Hij was zichzelf. Over die oprechtheid en integriteit hebben we het gehad met koning David. Hij is ons grootste koning vanwege die integriteit en die oprechtheid. Hoe hij ook verkeerde dingen heeft gedaan. Het is juist dat die oprechtheid en integriteit van Rabbi Akiva maakte hem tot een persoon die werkelijk in het nu wilde leven. Daardoor is hij de grote Rabbi Akiva kunnen worden. En shelach lecha anashim. Als de Kodesh Baruch Hu dus zegt tegen Moshe: zend voor jou mannen, zend voor jou meraklim. Dan bedoelt de Kodesh Baruch Hu eigenlijk je moet weten, zend voor jou. Ik geef daar toestemming voor. Maar het is voor jou, het is niet voor mij. Want het is in het kader van iets wat niet is, maar wat zal zijn. Daarom wordt ook bijvoorbeeld gewaarschuwd, regelmatig, voor dat je je niet te veel moet bezighouden met de komst van Moshiach. Je moet hem verwachten, je moet hem afwachten, je moet hopen dat hij komt. Maar je moet leven in het nu. Je moet leven in de wetenschap, hij is er nog niet. En te veel daarop anticiperen leidt tot teleurstelling, tot wanhoop. Dat hij ook niet komt. Een van de grootste oorzaken van de assimilatie in de tweede helft van de 17e eeuw was Sabbat HaTshvi. Heel veel Joden, hij heeft zichzelf min of meer tot Moshiach verklaard, heel veel Joden geloofden daarin. Toen bleek dat hij het niet was. Hebben massa's Joden, meer dan 50% van de Joodse bevolking van Europa,
wilde niet meer als Jood leven. Uit wanhoop en teleurstelling. Waarom? Omdat ze ook met Sabbatatzvi niet in het nieuw leefde. Ze leefde in een verwachtingspatroon. In de verwachting, straks wordt alles beter, want hij is Moshiach, we moeten hem maar volgen. Nee. Je moet vandaag de dag Torah leren, Torah leren. Je moet vandaag de dag de mitzvot doen die je moet doen. Je moet vandaag je verantwoordelijkheid nemen voor je gezin, voor jezelf, voor je leven. Het is altijd atta in het nu. En dat is de grootste obstakel geweest voor de Meraklim. Daarom ook, de manier waarop je een overtreding begaat, daarvoor zou je worden gestraft. De grootste overtreding die Meraklim hebben gemaakt, was niet alleen de negatieve kijk, maar de manier waarop ze met de tijd omgingen. Zij waren als verspieders niet bezig met het hier en nu. Want dan hadden ze wel inderdaad niet negatief gekeken, positief gekeken. Dan hadden ze beseft, het is een avira, het is een overtreding als je de dingen negatief bekijkt. Als we het kunnen doen, moeten we proberen ten positieve te bekijken. En als het niet moeilijk is, dan op een positieve manier proberen het om te zetten. Kafuf na tof heet dat. In het onderwijs, als je merkt dat een kind bijvoorbeeld een heel erg geldingsdrang heeft met spelletjes en altijd maar weer spelletjes doen. Dat is heel goed, prima. Dat moet je niet afwijzen, integendeel. Maar breng dan de Torah, breng kennis in de vorm van een spel. Dan kanaliseer je zijn geldingsdrang met spelletjes te doen in iets moois, maar altijd in het hier en nu. En nou begrijpen we ook waarom de dag voor Rosh Hashanah en voor Yom Kippur niet minder belangrijk is dan Rosh Hashanah en Yom Kippur. Het wordt wel op het moment dat je zo'n dag ten dienste stelt van de dag daarna, ga je zo'n dag beter overslaan. Waarom heb je die dag dan? Kun je ook even die dag gegeven? Je bent niet bezig met die dag zelf. Je bent die dag alleen maar bezig met de dag daarna. En natuurlijk, je moet, als je gasten krijgt, moet je boodschappen doen. Dan ben je ook bezig met de dag daarna wanneer die gasten komen. Maar, nee, het doen van die boodschap is een onderdeel van de mitzwa. Die je op dat moment doet. En dan moet je op dat moment het volledige overtuiging doen. Nu ben ik wel bezig met iets wat de consequenties heeft in de toekomst. Maar nu doe ik het zo goed mogelijk. En spiritueel ben ik nu bezig hier. Hoeveel mensen hebben niet slaapproblemen, omdat ze liggen te piekeren over de dag daarna wat er komt? Huh? In feite is het punt eigenlijk dat als ze zouden beseffen dat als je in bed ligt, kan je toch niks doen aan die dag daarna. Dan moet je die dag daarna nemen. Nu ben je bezig in bed. En nu kan je verder, je kan volkomen bij je machtloos, dan kan je niks doen. Hoeveel je er ook over piekert. Ik weet niet of ik het al verteld heb, maar er is een over. We zitten heel vaak zitten we in gevecht en in conflict met de tijd. En ik heb er ook een prachtige disje gezien. Misschien heb ik dat al verteld en anders, nou ja, hoor je het nog een keer, is ook niet zo erg. Raaf Meijer de Hond over de Sodom. In 1927, nee, 1926, heeft hij een gedichtje het leven doen zien. Hij kon altijd van die kernachtige, wijze, maar ook de spijk op de kop slaande gedichtjes maken. Die in een paar zinnetjes je iets duidelijk konden maken. En dit ging over hoe wij met tijd omgaan. Hij zegt, we rennen, we geesten, we haasten, de hele dag in galop. Maar als de avond valt, staat hij niet meer op. Als je even doordenkt. We rennen, we racen, we haasten, de hele dag in galop. Maar als de avond valt, staat hij niet meer op. Altijd onze tijd, de tijd die we hebben. Ik heb tijd doden. Waarom zou je de tijd doden? Je moet de tijd juist leven, beleven. Het nu. Waarom zou je haast en rennen, betekent je wil de tijd overwinnen. Nee, zorg dat je de tijd benut. En dat je de tijd koestert. En vooral dat je de tijd lief hebt.
Elke seconde die je van een kort boogoog hebt, als je bij stervende bent, en ik moet vanmiddag ook weer naar iemand die aan het sterven is, als je bij een stervende bent, die weet hoe ze beperkt zijn tijd is. Heel vaak, deze mensen koesteren elke minuut dat ze leven. Ook zeggen ze, had ik in mijn leven maar meer de tijd gewaardeerd die ik heb. Toen had ik nog zeeën van tijd. Weet je ook niet trouwens, we weten nooit hoeveel tijd we hebben. Dat weten we nooit. Maar je kan dankbaar zijn voor elke seconde, elke minuut die je hebt. De verspieders, die waren alleen maar bezig met op een negatieve manier, en wat was de achtergrond? Omdat ze zich zorgen maakten over de tijd daarna. Ze waren niet bezig op dat moment positief denkend, dankbaarheid denkend. Maar positief denken is alleen maar dankbaar zijn voor alles wat de Kotsenboer je geeft. Dan hadden ze de prachtige van de vruchten gezien en gezien, dit wil de Kotsenboer voor ons. En dan hadden ze gezien hoe Kutsborg hoe al die begrafenissen deden, zodat zij onopgemerkt konden bekijken het land. Dan hadden ze gezien hoe zij als sprinkhanen naar normale normen compleet machteloos zouden zijn tegenover die reuzen. Maar ze hebben gewetend wat de Kutsborg ook gedaan heeft in Egypte, hadden ze nog dankbaarder geweest voor de wonderen die Kutsborg zou doen. Dan waren de andere verspieders geweest. Dan waren er geen 40 jaar nog de omzwerving in de woestijn gekomen. En dan waren ze in echt Israël gekomen. Daarom, Shalach Lacha, zend voor jou. Moshe, jij wil het. Onder druk van het volk. Je hebt je onder druk laten zetten. Maar niet ik. Het is niet de wil van een koningsborger. Dat is nu. Absoluut in het nu. Niet over 1 minuut, niet 1 minuut geleden. In het nu. Ik dank jullie ontzettend voor jullie komst. Ik hoop jullie allemaal in goede gezondheid weer. En besimgen dat we met elkaar mogen leren volgende week zondag. En een hele goede week, een gezonde week, een prettige week. En een simpele dikke week. En dan, tot ziens. En dan hopelijk volgende week weer met Paul het ook erbij. En Raf Katzman, ik heb begrepen, ik weet niet of u me hoort. U was vandaag de organisator. Hartstikke bedankt. En alleen maar Simges en Monsieur Stouwers. Heel hartelijk dank. Ja. Bedankt, Wim. Ja. Dank u wel. Shavua tov. Shavua tov, dank